Goedemiddag, welkom allemaal bij dit webinar van Bureau Baarda, waarin we jullie vanmiddag alles gaan vertellen, de komende anderhalf uur, over de totaaloplossing die wij bieden. Over hoe je vanuit een visie op organisaties en het meten van toegevoegde waarde medewerkers kunt voorzien van het juiste salaris, hun loopbaan kunt ontwikkelen en dat alles kunt verankeren in de organisatie met PRODOS. Nou, mijn naam is Lennart de Winter en ik werk als consultant in onze beloningsprojecten. En vandaag host ik dit webinar samen met mijn collega's Rolf Baarda en Pim Hulskorten. Nou, ik stel voor dat we gaan beginnen en ik zou graag aan jou, Rolf, willen vragen om jezelf voor te stellen. Ja, dankjewel. Lennart, ja, want in alle bescheidenheid heb je jezelf nog niet eens voorgesteld. Ik vind het juist leuk om samen met de twee jongste adviseurs van het bureau dit webinar te doen. En Lennart is degene bij ons die zich helemaal gespecialiseerd heeft in beloningsonderzoeken. En als wij er echt niet meer uitkomen, dan, weet je, dan wenden wij ons toch eventjes tot Lennart. En Lennart, kijk er eens naar en bereken het dus. En dan leidt dat altijd wel tot een goed resultaat. Ja, je vraagt aan mijzelf om mijzelf ook eventjes voor te stellen. Nou, je kunt wel zien, niet meer de jongste, 63 jaar. Ik ben ooit begonnen, heel lang geleden, bij Beerschot. Daar heb ik in feite het vak geleerd. Met alle respect voor Beerschot, maar voor mij is dat toch de klassieke manier om met functiewaardering om te gaan. Weet je, je begint eerst, zoals ik het geleerd heb, met allemaal functies te beschrijven. Dan kijk je naar de, wat voor organisatie heb ik hier? En dan ga je naar je salarisbeleid toe. De mens wordt helemaal niet besproken, want ja, wij waarderen de stoelen en niet de mens. Hè? Zo ben ik ook echt opgevoed. Dat doen wij echt fundamenteel anders. We hebben ook, weet je, je mag functiebeschrijvingen maken hoor, maar je hebt ze absoluut niet nodig. We kijken ook eerst naar de organisatie. Wat is je klantwaarde? Vertalen we naar de functies in de vitale organisatie? Welke mensen heb je tot je beschikking? En welke beloningen horen daar dan bij? Dus fundamenteel een hele andere benadering dan andere bureaus te doen. En wat mij betreft is dat ook absoluut noodzakelijk om het op een andere manier te doen. Zeker als je kijkt, tegenwoordig, het gaat over zelfsturing, het gaat over samenwerken, het gaat over je persoonlijke talenten, hoe zit je in de wedstrijd en dergelijke. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken. Heb ik het al gezegd, agile werken, holocratie, zelfsturing, al dat soort zaken. Nou, als je dan met functiebeschrijvingen bezig blijft, dan blijf je achter de feiten aanlopen wat mij betreft. En dan ontstaat er ook een enorme bureaucratie. Is niet nodig, want via deze methode kan je echt elk individu heel veel aandacht besteden en ze de erkenning geven voor het werk wat ze doen. En dat leidt er ook toe dat uiteindelijk de salarissen die erbij horen ook geaccepteerd worden door de mensen. Dus bezwaarschriften, je maakt dat altijd wel mee natuurlijk. Ik bedoel, maar over het algemeen hebben we die niet in de projecten. We gaan net zo lang door tot het geaccepteerd is in de organisatie zoals de verhoudingen zijn. Nou, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Het allerbelangrijkste wat mij betreft, Lennart, is, weet je natuurlijk, het gaat mij erom om echt mensen te leren wat hun comfortzone is. Dus ik heb niks met dat adagium van kom uit je comfortzone. Ja, prima, stretch het, maar ga er niet overheen. Leer erkennen in welke rol jij je beste thuis voert, waar jij je geld in kunt verdienen, want dat is ook waar jouw energie ligt, waarin jij optimaal kan bijdragen. En probeer niet elke keer, wat al die talentmanagers maar zeggen, er maar te groeien en te groeien. Nou goed, dat is echt wat ik wil overbrengen in het project. Als ik, daarvoor gebruiken we dat rollenmodel. En dat zou ik eens hier willen gaan toelichten. Als we dan naar de volgende sheet gaan, dan zien we daar het model. Moet ik even de regie, dacht ik, streng aankijken. Maar ik blijkt dat ik dat
zelf moet doen. Dus bij deze. Dit is dat model waarvan we zeggen, eigenlijk elke organisatie is hier binnen te passen. Let wel, of je nou heel klein bent, 5-6 man past erin. Of je heel groot bent, onze grootste klant is Kuhne-Nagel met 3000 man en dergelijke. Past er allemaal in. Alleen je hebt niet altijd alle rollen nodig. En de meeste zitten dus, de meeste organisaties hebben rollen zo'n beetje in het midden die ze moeten vervullen om echt strategisch goed voor de dag te kunnen komen. Vier rollen zijn conceptueel en vier rollen zijn operationeel. Ik zal zelf straks toelichten wat precies het verschil tussen die beide is. Maar laten we eerst eens even aan de benedenkant beginnen. Dat is eigenlijk de startfase. En het hele wonderlijke is, dit is een groeimodel. Met andere woorden, we zijn 16, 17 jaar. Je kan prachtig op het Atheneum gymnasium zitten. En toch ons probleemoplossend vermogen gaat niet verder dan een medewerker in de supermarkt die de dingen heel gedisciplineerd, netjes op een rijtje moet zetten, vakken moet aanvullen en dergelijke. Borden kan wassen bij de Chinees, al dat soort zaken. Dat is de hulpkracht. Daar start iedereen als hij een jaar of 16, 17, 18 is. Sommige mensen blijven daar, want hun cognitief vermogen staat niet meer toe dan dat. Maar ook, ja, soms ook de mentaliteit. Hè. Wil je wel hoger komen? Wil je meer verantwoordelijkheden hebben dan dat? Maar doorgaans mensen gaan verder in hun ontwikkeling. En het belangrijkste is, wat ik ook steeds zal noemen, is de grenzen waar mensen tegenaan lopen, want dat herken je het beste. Eigenlijk die hulpkracht die loopt aan tegen de grens van eigenaarschap. Het willen nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Met andere woorden, als je hem niet heel precies inregelt wat hij of zij moet doen, nou, weet je, dan loopt dat uit de hand, want dat eigenaarschap is er niet. Als dat er wel is, dan kun je doorgroeien naar het niveau van vakkracht. Nou, daar zie je over het algemeen de mensen blijven zitten die heel graag geregeld werk willen doen, waar ze ook wel echt de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Vaak één taak doen ze, dus daar zie je al die ambachtelijke beroepen in terugkomen, die heel goed zijn. Hè. Dus denk aan een receptioniste, als ik aan de vrouwelijke vorm, mannelijke, die zijn weer meer als de metselaar en de stijgenbouwer en dergelijke. Dat zijn allemaal kundigheden die een vakkracht echt met zich mee moet brengen en daar de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Maar ook de vakkracht loopt tegen een hele belangrijke begrenzing aan. En dat is namelijk dat hij geen improviserend vermogen heeft. Dat overziet zijn cognitief vermogen niet. Daarvoor moeten we bij de allrounders zijn. Dus functies die dat vereisen, moeten we dan ook niet op het niveau van de allrounder neerleggen. Want dan gaan deze mensen daar niet aan voldoen. Dus deze mensen zijn op zoek naar die hele gestructureerde functies. Maar wat je ook ziet is op televisie wordt er regelmatig misbruik gemaakt van de hulpkrachten en vakkrachten. Juist omdat ze niet kunnen improviseren. Dus kijk naar jouw vrouw, mijn vrouw, man bij het hond, mijn man is een klusser. De EO die een taart komt brengen bij een gezin die niet meer uit de conflicten komt. Het zijn over het algemeen vakkrachten en hulpkrachten die daar, als ik eerlijk ben, voor worden misbruikt. Dat heeft dus met het improviserend vermogen van deze mensen te maken. Kom ik dus een stap hoger, dan hebben die mensen dat wel. Ander voorbeeld, nog even terug naar die vakkracht. Vroeger had ik een kantoor met allemaal plafuizen, ongelijk, natuurlijke van die natuurstenen, allemaal ongelijk. Komt de tegelzetter, vakman tot en met. Legt zo in één keer strak dat hele vloer. Mij zou het in geen 100 jaar lukken. Ging naar hem toe. Ik zeg, nou, prachtig werk. Maar is die voeg niet wat te licht? Kijk, hop. Man bloost, schrikt. Als ik nou ja zeg, moet ik dan die hele vloer overnieuw gaan leggen? Als ik nou nee zeg, heb ik een ontevreden klant. Hij zegt, meneer, kunt het beste naar de uitvoerder gaan. Heel verstandig. Want die uitvoerder verwacht ik dan op dat allround niveau. Die gaat dus rustig met mij praten. Die gaat dus adviseren. En uiteindelijk zegt hij, nou, ik zou het zomaar laten. Want dat trekt allemaal wel op bij.
Dat is nou typisch het verschil tussen een vakrecht en een allrounder. Nou, wat zijn nou functies die je dan weer heel graag terugziet bij die allrounders? Waar dat ook echt voor vereist wordt. Nou, dat zie je in de klantenservice, managementassistenten. Echt die supportfuncties. Dus alles wat zich als helpdesk laat kwalificeren, zit over het algemeen op dat allround niveau. Of tenminste, dat wil je wel hebben voor die functie. Dat mensen dat improviserend vermogen hebben. Zich ook in de klant kunnen verplaatsen. Oh, die is kwaad. Nou, dan sla ik een andere toon aan dan als die blij is en al dat soort zaken. Hè, dus dat is typisch. Ook in de buitendienst, technici en dergelijke. Is heel graag dat die over dat allround werk- en denkniveau verschillen. Waar loopt de allrounder nou weer tegenaan? Allrounder is typisch van de praktische problemen. Praktisch noem ik problemen die zich elke dag, alledaags zo'n beetje voor kunnen doen. Ga dus deze mensen, vraag maar eens, je zal me gelijk geven, ga deze mensen vragen om een project te gaan doen, echt onderzoek te gaan doen. Kijk, hoe komt dit nou, al die structurele problemen, hoe komt dat nou? En mij met een heel goed adviesrapport in die zin van dienst zijn. Dan zullen allrounders zeggen, nee, daar ben ik niet van. Ik ben van de dagelijkse problemen. Ik ben van de praktische problemen. Ik ben heel probleemoplossend gericht. Maar ga mij niet het onderzoek. Dus elke dag graag min of meer dezelfde werkzaamheden. Dat is wat de allrounder graag wil. Vandaar dat we ook deze drie rollen, allrounder, vakkracht en hulpkracht, dat noemen we ook bij elkaar de routineorganisatie. Kom ik dus een stap hoger, dan ga ik naar de uitzonderlijke problemen toe. Die is echt goed onderzocht moeten worden. Daar heb ik analytisch vermogen voor nodig. Dan kom ik bij de vakspecialist. Vakspecialist heeft echt verstand, deskundigheid van methoden en technieken, testen, al dat soort zaken. Kan echt het onderzoek kan hij gaan doen op zekere onderwerpen. Maar ook daar. Nou ja, laat ik eerst even wat voorbeelden noemen, zodat het operationele staffuncties is typisch. Zijn allemaal mensen die ja, eigenlijk min of meer allemaal projectjes doen. En dat tot een goed einde moeten brengen. Dat zie je in HR, dat zie je in finance. Hè, maar dan heb ik het ook echt over de administrateur, hè, die de jaarrekening opstelt en dergelijke. Wat zei ik? HR, communicatie, al dat soort beroepen. Maar je ziet het ook bij engineers die onderzoek moeten doen. Waarom loopt een proces niet? Ligt het aan de kleppen of aan het systeem, et cetera. Dus het zijn allemaal mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald systeem. En daar ook, ja, als het ware, wijzigingen in aan kunnen brengen. Heel letterlijk, een developer die dat kan doen. Een kwaliteitssysteem beheren, rapportages uitdraaien, adviezen verstrekken. Kijken hoe de zaken zijn en dat onderzoeken. Het zijn allemaal typisch werkzaamheden waar de vakspecialist zich heel prettig in voelt. En waar loopt een vakspecialist nou tegenaan? En daarom noemen we hem in feite operationeel, is dat een vakspecialist nog steeds wel heeft dat hij heel graag, en we noemen dat dan specificaties op dat niveau, of KPI's, heel graag wil hij wel weten, wanneer is mijn opdracht, mijn project nou geslaagd? Dus een project zonder financiële, kwalitatieve doorlooptijd en al dat soort zaken, dat is wel wat een vakspecialist nodig heeft. Dus vragen ook van, en wat moet ik nu gaan doen? Wanneer zijn jullie tevreden? Al dat soort zaken is typisch toch wel, ik zeg het wat generaliserend hoor, maar is hoort wel thuis op het vakspecialistisch gebied. Want ik kom pas op het conceptuele, ik noem dat straks in een film ook het omdraaien. Het conceptuele, als ik ga kijken van ja, maar welke systemen heb ik überhaupt nodig? Als ik informatie krijg, hoe moet ik die dan duiden in de context van mijn bedrijf? Nou, dat zijn allemaal belangrijke eigenschappen die een professional heeft. Dus echt stakeholder management, echt hè, die politieke arena met allemaal verschillende visies waar je wel mee moet dealen. Dat is nou de arena waar een professional zich helemaal thuis in voelt. En daarin zie je in heel veel organisaties, hier zit de spanning.
vakspecialisten en professionals. Vakspecialisten die heel graag professional willen worden. Maar er moeite mee hebben om in die abstracte werkelijkheid echt besluiten te kunnen nemen. Dus let goed op. Een vakspecialist geeft wel adviezen. Maar de professional kan zo ver kijken in zijn perspectief dat hij ook ja, de resultaten, de uitkomsten van zijn besluiten kan overzien. Dus durft ook besluiten te nemen. Is in die zin zichtbaar in organisaties als iemand die in dat abstracte werkelijkheid ook echt besluiten neemt. Dus dat moet wel in die functie zitten. Consultants zijn, om met het eigen vakgebied er een beetje bij te halen, is typisch wel van je vraag van hey, dat moet wel een professional zijn die bij ons een bepaald instrument gaat implementeren met directie, ondernemingsraad. Nou ja, weet je, allemaal van die partijen die er dan bij komen en die daar ook nog invloed op hebben. Ja, wat heb je nog meer? De advocaten. De notariaat, weet je al die de echte wetenschappelijke onderzoeken, het zijn vaak professionals die dat doen. Medici behoren ook vaak professional te zijn. Ga ik nou naar de generalist in het model? Ik kijk onderhand even op mijn klokje, maar ik zie dat ik nog wel tijd heb. Wat doet nou een generalist? Want waar loopt die professional tegenaan? Is het feit dat hij niet de creativiteit eigenlijk heeft om helemaal naar die markt te kijken en die markt op een hele oorspronkelijke wijze te gaan beschouwen, om op die wijze nieuwe product-marktcombinaties te gaan creëren. Dus ik zeg het heel mooi, maar in feite, professionals, halen hun inspiratie bij de generalist vandaan. En die generalist zit of in je organisatie, of zit buiten je organisatie. Maar die gaat dus op een hele fundamentele wijze kijken naar de werkelijkheid. En je kijkt altijd naar buiten. En je gaf daar een bepaalde betekenis aan. En die generalist die leidt je eigenlijk naar een andere kijk op de werkelijkheid. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En ineens zie je allerlei marktkansen en dergelijke. En dat betekent ook dat die generalist echt verantwoordelijk kan worden gemaakt voor het onderscheidend vermogen. Met andere woorden, als ik een functie van business development manager heb, ja, die wordt wel vaak aangesproken op het feit dat die echt het nieuw onderscheidend vermogen, of een business case manager, echt het nieuw onderscheidend vermogen gaat ontdekken en gaat implementeren. Nou, dat is nou typisch, dan moet je wel het vlees in het bloed en het gedrag en de kwaliteiten van een generalist hebben. De generalist heeft ook weer een beperking. En de beperking van een generalist is dat het een vakidioot is. Dus die komt tekort als hij in een ja, gewone organisatie van enig omvang hele verschillende processen met elkaar in samenhang moet brengen. Dus het kan best zijn dat een directiefunctie van een heel sterk innovatief bedrijf, scale-up en dergelijke, dat een directie op generalistenniveau zit. Maar ga je nog weer een stap verder en ga je de ICT en de operationele staf komt erbij en finance komt erbij. En dat moet je allemaal gaan runnen in een business model. Dan heb ik een leider nodig. Weet je, maar die moet een heleboel gaten dichtlopen. Want er zijn allerlei professies binnen die organisatie die misschien wel een vakspecialist hebben, maar geen professional, geen generalist, de communicatie of misschien wel HR, weet je. Maar dan verwacht je wel van die leider dat hij die gaten die gaat lopen. En ja, en dan zie je dat dat vaak niet gebeurt. Nou, en ik denk dat er al een aantal nu ja beginnen te knikken van ja, dat gebeurt niet. Ja, en dan ga je bungelen. Weet je, want dan weet je niet wat nou de strategische bedoeling is van het beleid of de uitvoering van het beleid, omdat er überhaupt nog geen beleid is. Dus dat is de complexiteit van een leider. Dus je mag je pas leider noemen in gedrag als je die gaten ook dicht kunt lopen voor al je disciplines in jouw organisatie. Kom ik nou weer naar de strateeg? Er valt een heleboel over te zeggen. Maar de strateeg maakt eigenlijk nog, ja, die zie ik terugkomen in organisaties die echt helemaal op business development inzetten. Dus een relatief groot aantal generalisten in dienst heeft. Nou, zo beginnen we in feite eerst ook met
het organisatieontwerp. Maar wat blijkt? Als ik dus de klantwaarde operational excellence heb, dan zit mijn flexibiliteit met name bij die allrounder. Laat onverlet dat ik die andere ook nodig heb, maar flexibiliteit in de processen, ja, die zijn gestandardiseerd. Dus die moeten in de routineorganisatie. Nou, de enige die oorzaak en gevolg met elkaar kan combineren in de routineorganisatie is de allrounder. Dus niet vreemd als ik dan straks, als ik het model moet uitleggen in mijn organisatie, zeg, nou, na verhouding hebben we belangrijke mensen, en misschien ook wel de meeste, op dat allround niveau zitten. Ga ik naar operational services en ga ik echt gespecificeerde producten maken, als een project, websites, trainingen, dat soort zaken. Straks krijgen we de consumentenbond. Dus typisch een organisatie die ook van zichzelf heeft gezegd, wij doen allerlei onderzoeken. Bij ons draait het om de vakspecialist. Terwijl het zal logisch zijn dat als ik professional services aanbied, bijvoorbeeld als een consultancybureau, dat ik veel professionals nodig heb. En daar ook mijn functies op ga positioneren. Nogmaals, ook weer met ondersteuning van andere functies, maar de meeste mensen moeten wel in die rol zitten. En product leadership, dat draait om die generalist. Dan ga ik echt opereren vanuit business development. Nou, dan zal je niet de meeste generalisten natuurlijk in dienst hebben. Daar zijn ze iets te schaars voor en ook allemaal niet nodig. Maar als je er geen hebt en niet meerdere, ja, dan hoef je wat mij betreft niet te zeggen dat je gaat speren op product leadership. Want dan heb je wat dat betreft voor die strategische optie te weinig kwaliteiten in huis. Nou goed, dat allemaal gezegd hebbende, merk je ook dat dit een nogal hiërarchisch model is. En niet vreemd, want in feite gaat het erom dat mensen, hoe hoger je komt in het model, hoe groter het perspectief is wat ze kunnen overzien om echt besluiten te nemen. Echt het overzicht te houden, inzicht te hebben. En om echt met zelfvertrouwen, daar is het zelfvertrouwen van afhankelijk, om ook echt besluiten te kunnen nemen. Dus daarin zit een beetje de hiërarchie. En we zijn uiteindelijk beloningsadviseurs en het zal duidelijk zijn, hoe meer je naar boven gaat, hoe meer je ook verdient. Want daar hebben wij in deze samenleving ook altijd onze beloningsverhoudingen op gebaseerd. Maar ja, wat merken wij toch in heel veel, ja, van die holocratische organisaties, zelfsturend. We doen het met elkaar. Wij houden het niet van zo'n hiërarchisch model. Daar hebben wij, en daar, wat mij betreft, kunnen we nu wel inzoomen op dat model. Dit is echt ja, het alternatief. Ik noem het zelf altijd de bloem. Ik weet niet of het als een bloem bedoeld is, maar zelf geef ik die naam er altijd aan. Dit is de bloem. En in feite zie je hier dezelfde rollen, maar allemaal in feitelijk nevengeschikt aan elkaar. Nou, verhult natuurlijk is een beetje window dressing. Want als je naar de salarisstructuur kijkt, gaat die even stijl omhoog als in het vorige model. Maar dit is de kern. Dit is wel op een hele vriendelijke wijze, je ziet het ook in ons logo terugkomen, is dit vormgegeven. Dus aan onze klanten om gebruik te maken van een of de ander. Ten slotte, wat is het resultaat van dit alles? Dit doen we al, ja, dit heet de job matrix. Dit doen we eigenlijk al in de eerste dag. Na één dag, langer hebben we er nooit voor nodig. Na één dag hebben wij een job matrix staan. Dus wat ik al zei, we gaan dan aan de hand van het rollenmodel, gaan we eerst kijken wat is dan die klantwaarde. Ik zei al, bepaalde rollen in die, vanuit die klantwaarde kun je dan als dominant aanmerken. En dan gaan we voor die functies kijken op welk niveau die gepositioneerd moeten zijn. Op welk rolniveau die gepositioneerd moeten zijn. En daar positioneren we vervolgens de leerweg. De leerweg die loopt van junior, medior naar volleerd, naar buitengewoon volleerd. Vroeger zeiden we senior, kern, maar tegenwoordig hebben we het over volleerd en buitengewoon volleerd. Ik ga er even aan voorbij wat de typische kenmerken zijn, maar dat is natuurlijk wel wat het hele model
nog eens een keer zo flexibel maakt, omdat je mensen een loopbaan gunt binnen hun eigen functie. Maar wel gestoeld op gedrag. En we maken dat gedrag ook inzichtelijk door het model. Hè? Wat moet je dan meebrengen om van volleer naar buitengewoon volleer te gaan? Nou goed. Dan zie je in die tweede kolom zie je het woord salarisstructuur. Het lijkt wel 2 voor 12, maar daar staat salarisstructuur. Dus dat betekent ook, weet je, dat je met elkaar naar die volgende stap moet. Maar hoe passen mijn medewerkers hier nou in? Zodat ze zich ook goed gewaardeerd voelen. Letterlijk en figuurlijk ook. Hè? Letterlijk in die beloningszin, maar figuurlijk ook in de zin van, ja, weet je, zoals ik naar mezelf kijk, zo kijkt mijn omgeving ook naar mij. Weet je? En dat is het motiverende. Hè? Zoals ik mijn eigen comfortzone ervaar, zo vinden mensen mij ook dat ik op dit moment mijn bijdrage lever. Nou, als mensen zich daar zeker van voelen, weet je, dan is dat alleen maar heel prettig en dat leidt tot zelfvertrouwen.